Maar Yvonne van Gennep, de drievoudig Europees Olympisch kampioene, moet ik zeggen. Voor het eerst dan op een echte 500 meter. Vorige week bij de IJsselcup 2 valse starts. Terwijl ze toch de week daarvoor redelijk getraind had op die starts. Maar ja, de meningen zijn daar nogal verschillend over. Of het werkelijk valse starts waren, ja dan nee. En ze gaat het opnemen tegen Jung-Yu Bai uit Korea. Laten we die rit eens echt goed gaan volgen. Petra, die eerste 100 meter. Kijkend naar Van Gennep. Het was al duidelijk dat ze bij de start inderdaad geen risico's nam. Ja, 11.59 komt ze door. Is voor Yvonne nou niet echt een, ja, een supersnelle tijd, maar het is ook niet slecht. Het is niet slecht, maar het is zuinig rijdend, ja, als ik zo naar Yvonne kijk. Ook in die buitenbocht. En we weten dat haar persoonlijk record op 41.54 staat. En dan zou je toch wel iets mogen verwachten. Maar aan de andere kant, een sprinter is het nooit geweest. Het is altijd een van haar zwakkere afstanden geweest. Als je naar die bewegingen kijkt, ze zijn natuurlijk prachtig om naar te kijken. Maar echt voor het sprinten niet. 42.85, het eerste optreden van Yvonne van Gennep in het internationale schaatswereldje. Wederom na een jaar afwezigheid, omdat ze haar maatschappelijke carrière liet prevaleren. Ze wint in ieder geval de rit. 42.85 tegen 44.40. Tevredenheid misschien best in het kopje van Yvonne van Gennep. Ik dacht het wel, zo te zien ook.